Welkom allemaal. Mijn naam is inderdaad Lalibal Mohout. En neem jullie mee door een spirituele kijk op duurzaamheid. Vragen stellen tussendoor is prima. Ik zal in ieder geval mijn best doen die te beantwoorden. Eventueel samen met Herman Vermeulen. Duurzaamheid is een actueel thema. En toen ik deze lezing zou gaan geven, toen dacht ik bij mezelf, waar ken ik duurzaamheid nou eigenlijk vooral van? En toen dacht ik, ja, het zijn toch vooral de instructies die ik daaromheen ken. Dus een hele hoop instructies zoals meer gaan recyclen, afval scheiden, beter om een mok te gebruiken dan een kartonnen wegwerpbekertje. Minder synthetische kleding kopen in verband met microvezels in de oceaan. En dat zijn een hele hoop instructies rondom duurzaamheid die zeker weten ons handelen wel meer in lijn zouden trekken met de wereld waarin we leven. Maar ik vroeg me toen wel af, dragen we daar nou eigenlijk duurzaam mee bij aan de wereld waarin we leven? En toen dacht ik, ja, dat is misschien maar wel de vraag. Want een instructie zoals deze, dat je een bepaalde barrière niet voorbij mag, als de omstandigheid verandert, en ik heb geen flauw idee waar dit vandaan komt, zou ik eigenlijk helemaal niet weten wanneer ik wel die barrière dus voorbij mag. Maar ik kan ook helemaal geen betere of nieuwe instructie verzinnen hieromheen, omdat ik niet weet waar dit vandaan komt. En ik kan een ander eigenlijk ook helemaal niet goed overtuigen waarom dit een goed idee is om te volgen. Omdat ik dus ook de achtergrond niet weet waar deze instructie vandaan komt. En als je het dan bijvoorbeeld ook hebt over het verschil tussen een mok of een kartonnen wegwerpbekertje. Er wordt vaak gezegd dat een mok bijvoorbeeld beter is om te gebruiken dan een kartonnen wegwerpbekertje. Maar dat is helemaal niet altijd het geval. Want zo'n kartonnen wegwerpbekertje is bijvoorbeeld heel efficiënt geproduceerd, waardoor het in sommige gevallen best kan zijn dat het beter is om zo'n bekertje te gebruiken dan een mok. Dus je kunt wel stellen dat duurzaamheid vraagt om inzicht en onderscheidingsvermogen. En duurzaamheid vanuit dit perspectief gaat dus ook over veel meer dan CO2-uitstoot en klimaatverandering. Het gaat eigenlijk veel meer over terug naar de basis gaan. Terug naar die basis waar instructies uit voortkomen. En vanavond willen we dan ook graag met jullie terug naar die basis gaan. Die duurzame basis waarmee je uiteindelijk zelfstandig uit kunt komen bij duurzaam handelen en duurzame keuzes. Duurzaam handelen gaat over denken en handelen in het licht van de lange termijn. Maar als we denken aan de lange termijn, waar hebben we dan mee van doen, dacht ik bij mezelf. Ja, met leven. Leven is overal om ons heen. Leven in de zin van levende wezens zoals wij hier in de zaal zitten, dieren, planten. Maar ook leven met elkaar. Dus het samen optrekken, nu en in de toekomst. En daarbij kan het ene leven het andere leven belemmeren. Dus meer nemen bijvoorbeeld dan nodig. Of blokkades creëren waar ander leven tegenaan loopt. Maar het leven kan elkaar juist ook stimuleren door elkaar te ondersteunen of juist de ruimte te geven, zodat het leven kan ontwikkelen of iets kan bijdragen. Dus de aard van onze interactie met leven, met ander leven, bepaalt dus eigenlijk of we duurzaam bezig zijn of niet. En dat maakt inzicht hebben in het leven, in wat leven is, ontzettend belangrijk. En daarom denken we ook dat een visie op leven uiteindelijk een duurzame basis is voor duurzaam handelen. Dus inzicht hebben in hoe leven werkt en ook op elkaar inwerkt. En dat verklaart ook gelijk onze spirituele kijk, wat in de titel staat van deze lezingenserie. Daarmee bedoelen we inzicht in de samenhang. Inzicht in die samenhang van alles wat leeft, met dat grotere plaatje waar alles met elkaar samenwerkt. En daar gaan we dadelijk mee aan de slag. Maar voordat we helemaal van start gaan, laten we nog heel even stilstaan bij wat wij gaan doen vanavond. We gaan dus kijken naar wat is leven? Die vraag gaan we vanavond beantwoorden. En heel natuurlijk vloeit daar uit voort wat duurzaam is. Dan hebben we een pauze. Dan gaan we kijken naar de invloed van de mens in dat geheel. En we gaan kijken naar een aantal duurzame voorbeelden. En dat deel voor de pauze is misschien iets theoretisch, maar daar komen we denk ik wel doorheen. En het tweede deel is dus ook een stuk praktischer met de voorbeelden. En
om dan te beginnen met die eerste vraag van wat is leven, laat ik jullie een filmpje zien. Die prikkelt wel de verbeelding over de grootsheid en de diepte van het leven. Sommigen hebben deze denk ik al wel gezien, maar dat maakt niet uit, want het gaat veel meer over dat beeld van wat leven is. Oh. Ja. Ik heb het geluid even uitgezet, want dat is iets hinderlijk misschien. Dit filmpje gaat helemaal uitzoomen, dus we gaan helemaal uitzoomen tot wat we tot zover hebben waargenomen. En elke keer 10. Dus we gaan zometeen voorbij de aarde. En we gaan voorbij het zonnestelsel. Soms zie je aan de hemel zo'n klein groepje sterren, dat zijn de Pleiaden. Dus dit is het verst wat we met de wetenschap hebben kunnen waarnemen. De Blue Marble noemen ze de aarde ook wel, vanaf dat een punt. En nu gaan we de andere kant uit, dus we gaan nu naar het kleinst dat we hebben kunnen waarnemen. En dit was het kleinst. En gaan we weer terug. Naar waar we waren begonnen. Nou, dit filmpje rekt ons beeld van de intense grootsheid van leven wel op. En eigenlijk kun je wel zeggen, dit laat nog lang niet alles zien. Want we hebben nu dat kleinste gezien, maar we weten eigenlijk nu al wel dat als de wetenschap weer verder vooruit gaat, dat we nog kleinere deeltjes zien. En daarbij komt ook dat wij als mensen behoorlijk beperkt zijn met wat we kunnen waarnemen. En kleine voorbeelden daarvan zijn alleen al te zien met diertjes zoals de bitspringhaankreeft. Die heeft een aantal receptoren waarmee die meer trilling kan waarnemen dan wij. En dat klinkt misschien niet zo heel erg spannend, maar dat betekent wel dat de bitspringhaankreeft meer kleuren kan zien dan wij. Dieprood, ultraviolet, maar ook gepolariseerd licht. En ook vogels kunnen bijvoorbeeld meer kleuren waarnemen dan wij, waardoor vogels die ogenschijnlijk voor ons heel zwart zijn, gewoon zwart, voor andere vogels heel kleurrijk kunnen zijn. En kleur is eigenlijk nog maar een miniem stukje van de bandbreedte van alles wat er waar te nemen is. Want kleur van het hele spectrum aan trilling is maar echt een miniem stukje vergeleken met alleen al geluid. Geluid is veel groter in bereik bijvoorbeeld dan kleur. En denk dus bij die bandbreedte inderdaad aan geluid, maar bijvoorbeeld ook aan gedachtefrequenties. Allemaal frequenties die er zijn die we met onze zintuigen wel of niet kunnen waarnemen. En dit sluit bij waar ik naartoe wil, namelijk grenzeloosheid.
In de Theosophia worden er 3 universele hypothesen gehanteerd, waarvan grenzeloosheid er 1 is. En deze hypothesen zijn gebracht in het verleden door Helena Petrovna Blavatsky, de vrouw in het schilderij aan de muur. En zij is een belangrijk sleutelpersoon in de Theosophia. Zij heeft namelijk in 1875 de Theosophical Society opgericht. En het idee is dat deze hypothesen samen het fundament vormen waarop al het ware gedachtegoed op rust. Of dat nou wetenschappelijk, filosofisch of religieus is. En theosofisch gezien zou je deze uitgangspunten dan ook als toetsstenen kunnen gebruiken, om te toetsen of iets duurzaam is. Zijn gedachten of handelingen niet in harmonie met deze 3 uitgangspunten, zou je theosofisch gezien, dus vanuit deze 3 uitgangspunten gezien, jezelf kunnen afvragen of zoiets dan juist is of in harmonie is met dat geheel waarin wij leven. En dit is natuurlijk iets voor jezelf om te onderzoeken. Moet je zeker niet aannemen, onderzoek vooral voor jezelf of dit waar is en klopt. Maar het idee is dus dat deze 3 universele hypothesen universeel zijn. En dat betekent dat ze van toepassing zijn op alles, dus ook op leven. En over leven hadden we zojuist gezegd dat een juiste visie of kijk hierop heel belangrijk ligt, heel erg belangrijk is en ten grondslag ligt aan duurzaam handelen. Dus laten we eens kijken naar deze 3 hypothesen en laten we eens kijken wat we daar dan uit kunnen halen voor onze kijk op leven. De eerste had ik al verklapt, dat was grenzeloosheid, of is grenzeloosheid. En er zijn een aantal gedachten verbonden aan dit principe, zoals er is geen absoluut begin of einde, waaruit je de conclusie kunt trekken dat alles 1 is, anders zouden er namelijk grenzen zijn. Alles is er, overal en altijd. Niets kan dus gecreëerd of vernietigd worden, dus alles is in essentie eeuwig. Oneindige duur, wat een eeuwig nu betekent. En denk bij grenzeloosheid dan ook aan ons oneindige vermogen om te leren. Maar ook het filmpje bijvoorbeeld, dat oneindig is in diepte en rijkwijde. Maar ook dat we dus oneindig meer kunnen ontdekken in de wetenschap. En wat kunnen we zeggen vanuit deze hypothese? Leven is in essentie grenzeloos. Een leven beschikt over oneindige potentie. Dus verbondenheid van al het leven is vanuit dit principe een feit. Al het leven maakt deel uit van die grenzeloosheid en is in zijn kern dat grenzeloze. Dus leven is in essentie grenzeloos en eeuwig. Alleen aan de buitenkant lijkt dit niet altijd zo. Aan de buitenkant lijkt het eigenlijk soms wel alsof leven tijdelijk is. En waardoor dit komt, heeft te maken met het volgende principe. Cycliciteit. Dit principe gaat over perioden van activiteit en rust. Alles wat leeft, heeft dus een grenzeloze kern. En het idee is dat leven, levende wezens, als vonken van dat grenzeloze zich periodiek uitdrukken en weer terugtrekken. En denk hierbij dan ook bijvoorbeeld aan veranderingen die planten ondergaan met de seizoenen. Ons slapen en waken, maar ook ons sterven en weer geboren worden. En Blavatsky noemt die stuwende kracht achter leven bewustzijn. Dat het bewustzijn is wat zich in materie wikkelt en ook weer uitwikkelt als een soort van in- en uitademen. En dat er sprake is van zelfbewustzijn vanaf menselijk niveau. Wat betekent dat wanneer het menselijk bewustzijn in een lichaam is uitgedrukt, dat de mens op zichzelf kan reflecteren. Dus bewust kan zijn van zichzelf, van zijn denken en van zijn handelen. En wat we vanuit deze hypothese kunnen zeggen over leven, is leven is onderhevig aan cycliciteit. Dus bewustzijn drukt zich uit en trekt zich weer terug. Om het plaatje compleet te maken komen we nu bij de derde en de laatste hypothese, fundamentele gelijkheid en groei. Hierbij is het idee dat elk leven zich uitdrukt binnen de sfeer van een groter geheel. Zoals de mens onderdeel is van de aarde,
van een dat de aarde weer onderdeel is van een zonnestelsel. Zonnestelsel van een melkwegstelsel. Ook weer tot in dat oneindige. Maar het is ook andersom. Dus elk leven vormt een sfeer voor kleiner leven om zich in uit te drukken. Zoals de sfeer van de mens een plek is voor talloze cellen om zich in uit te drukken. Moleculen, atomen, ook weer tot in het oneindig kleine. Eigenlijk ook weer zoals we bijvoorbeeld in dat filmpje hadden gezien. Maar dan op zichtbaar, maar ook eventueel voor ons onzichtbaar gebied. En denk daar weer terug aan die bitsprinkhaankreeft, dus eventueel frequenties die wij niet kunnen waarnemen. En volgens deze hypothese is er dus sprake van samenwerking met ander leven. Zowel verticaal als horizontaal. We hadden het al over die verticale samenwerking. De samenwerking met verder of minder ver ontwikkeld leven. Cellen waar ons lichaam uit is opgebouwd. Planten die wij eten en ons ook weer voorzien van energie. Maar ook leven wat voorbij ons is en ons voorziet van inspiratie. En met horizontaal bedoelen we samenwerking met leven van eenzelfde niveau. Dus wij zitten hier bijvoorbeeld in een zaal. Wij zijn allemaal mensen. Wij werken en leven ook samen. En wisselen we ook uit. We doen aan samenwerking. En het idee is dat leven cyclisch bijdraagt aan het grotere geheel waar hij onderdeel van is. En dat via dit bijdragen in samenwerking met ander leven zijn bewustzijn verruimt. Dus concreet betekent dit dan dat hij steeds meer ziet van die fundamentele gelijkheid met ander leven. En denk hierbij dan bijvoorbeeld ook aan de uitspraak van Mandela. Als je vrede wil sluiten met je vijand, ga met hem samenwerken, dan wordt hij je partner. En dit is dus, je kunt het zien in het groot, maar dus ook in het klein. Je kunt het ook al gewoon zien met een mens met wie je samenwerkt. Al het leven is fundamenteel gelijk en draagt diezelfde essentie in zich, wat we in elkaar kunnen herkennen. Het ene leven is dan dus ook niet meer waard dan het andere leven. En wat kunnen we dan vanuit deze hypothese zeggen over leven? Leven werkt samen met ander leven en verruimt in dit proces zijn bewustzijn. Om iets meer beeld te vormen bij deze drie hypothesen, om dit wat concreet te maken, gaan we dit eens toepassen op onze eigen context waar wij in leven. Dus we laten dit beeld eens los op de aarde. De aarde is namelijk ook een levend wezen dat samengesteld is uit ander leven. Zo zijn wij er onderdeel van, maar ook dieren, planten, bacteriën enzovoort. En al dit leven is onderdeel dus van de aarde, wat de aarde ook maakt tot een levend geheel. Gezamenlijk met dit leven zijn wij dat levende geheel aarde. En al dat leven draagt cyclisch bij aan dat levende geheel aarde. En denk hierbij aan alle ecosystemen en kringlopen op aarde, zoals de waterkringloop, voedselkringloop, stikstofkringloop, koolstofkringloop. Zo zijn er ontzettend veel kringlopen. En bij al deze kringlopen zijn er talloze levende wezens betrokken die deze kringlopen laten werken en hiermee ook bijdragen aan dat levende geheel aarde. En een heel mooi voorbeeld hiervan vind ik bijvoorbeeld ook de stikstofkringloop. Wij bestaan allemaal voor ongeveer 3% uit stikstof en wij hebben dat ook nodig om ons hele lichaam en alles te laten functioneren. En er hangen enorme hoeveelheden stikstof in de lucht, maar wij kunnen dat niet zelfstandig openbreken. In de natuur is het zo dat bacteriën en schimmels dat met een speciaal biologisch enzym wel kunnen doen. Er is ook maar één enzym wat dat kan. En zij breken de stikstofmoleculen dus open. Zij voegen dat toe aan water. Planten die kunnen dat vervolgens weer opnemen. Wij eten planten, wij verteren dat. Al die bouwstenen die worden gebruikt voor aminozuren, dat wordt weer gebruikt voor eiwitten, dat wordt weer gebruikt voor de opbouw van ons hele lichaam. En uiteindelijk scheiden wij die stikstof weer uit en dan begint die hele kringloop weer opnieuw. En dit is iets waar wij helemaal niet bij stilstaan, maar er is ontzettend veel leven hierbij betrokken. En deze kringloop is een cyclus, maar zo zijn er nog zoveel meer cycli terug te zien. Denk dan bijvoorbeeld ook aan de aarde die in 24 uur om haar as draait. Maar waar wij ook weer in meebewegen met ons slaap- en dagritme. Maar ook onze huid die zich om de zoveel jaar volledig vernieuwt.
En gedurende deze cycli is het niet een simpelweg komen en gaan. Maar tijdens deze cycli wordt bijgedragen aan dat levende geheel aarde. En in dit proces verruimt elk levende wezen dat daarbij betrokken is zijn bewustzijn. En dat maakt ook dat elke keer wanneer dat leven weer terugkomt, het weer een stukje verder ontwikkeld is dan waar het was geëindigd. Dus leven op aarde is een levend geheel. Alles draagt elkaar en kan ook niet zonder elkaar. En dit vraagt ook om een constructieve bijdrage van alles waar het uit is samengesteld. En daar gaan we dadelijk iets verder op in. Maar onze eerste vraag is, wat is leven? En daar gaan we eens naar kijken of we daar nu iets meer antwoord op kunnen geven. Wanneer we die drie hypothesen naast elkaar leggen, dan kunnen we eigenlijk twee dingen zeggen over leven. Namelijk, leven is bewustzijn dat zich ontwikkelt samen met verder en minder ver ontwikkeld leven. En als je daar nog iets dieper op inzoomt, kun je eigenlijk ook over leven zeggen dat het een oneindig groeiproces is. Waarbij het begint met dat je onderdeel bent van een groter geheel. Dat je als onderdeel samenwerkt met ander leven en in dat proces steeds meer van het bewustzijn tot uitdrukking brengt en daarmee dus je bewustzijn verruimt. En vervolgens realiseer je dat je één bent met dit grotere geheel. Dus je weet je op een gegeven moment één met dat grotere geheel waar je onderdeel van bent. En vanaf dat punt begint de cyclus gewoon weer opnieuw. Alleen dan vanaf een hoger bewustzijnsniveau. Want het ene grotere geheel is gewoon weer onderdeel van een nog groter geheel. En dit speelt zich af in het groot en in het klein. Dus in het groot, onze levensbaan hier op aarde. Maar ook in het klein. En denk dan bijvoorbeeld aan die samenwerking waar Mandela het over had. Dus dat je eerst samen gaat werken met iemand die je niet kent. Tijdens die samenwerking wordt dat steeds meer vertrouwd. En op een gegeven moment kun je samenwerken als één geheel. En met zicht op wat leven is, hebben we een hele belangrijke sleutel in handen gekregen met betrekking tot duurzaamheid. Want al het leven is dus ontwikkelend, oneindig ontwikkelend bewustzijn. Of dit nou een plant, een mens of een dier is, al het leven. En dit leven ontwikkelt zich met verder en minder ver ontwikkeld leven. En wanneer we het dan hebben over duurzaam handelen, dan speelt het geven van ruimte aan de ontwikkeling van ander leven, dus mensen, dieren, insecten en hun samenwerkingsverbanden, een enorm grote rol. Dus laten we ook eens verder gaan kijken naar wat die samenwerking inhoudt en welke rol wij als mens daarin spelen. En met zicht daarop komen we dan ook uit bij wat duurzaam is. We hadden het eerder al over dat leven verder ontwikkeld kan zijn dan ander leven. En daarmee hebben we het eigenlijk wel over relatief. Dus relatief verder ontwikkeld dan ander leven of relatief minder ver ontwikkeld dan ander leven. En gezien vanuit waar wij staan, is leven dat verder ontwikkeld is dan wij, dat noemen we spiritueel. En leven dat minder ver ontwikkeld is dan wij, dat noemen we materieel. En elk leven, of dat nou spiritueel of materieel is, straalt een sfeer uit dat minder ver ontwikkeld leven beïnvloedt. En de bedoeling is dat dat spirituele leven het materiële leven stimuleert en inspireert om zich te ontwikkelen. En denk hierbij bijvoorbeeld ook aan een leidinggevende die een sfeer uit kan stralen. Een positieve sfeer die de medewerkers ruimte geeft om een bijdrage te kunnen doen, maar ook om zich tegelijkertijd te ontwikkelen. Maar soms is het ook wel eerder een directe collega dan een leidinggevende die een bron van inspiratie kan zijn voor ander leven, dus andere collega's. Elk leven straalt dus een sfeer uit. En daarmee draagt alles wat leeft een verantwoordelijkheid. Elk leven bepaalt namelijk, bewust of onbewust, de kwaliteit van zijn sfeer. En elk leven bepaalt dan ook, bewust of onbewust, of hij ander leven stimuleert of beperkt. En dan is de vraag, wat betekent dat dan voor de mens?
De mens heeft veel overeenkomsten met ander leven, maar wat ons met name anders maakt, is dat wij beschikken over actief denkvermogen en zelfbewustzijn. En dat betekent dat wij over de mogelijkheid beschikken om ons denken bewust te richten op het spirituele, waarmee wij dan dus minder ver ontwikkeld leven kunnen meenemen, stimuleren in hun ontwikkeling. En afhankelijk van hoe wij ons denken richten, ontvangen wij gedachten. En die gedachten kunnen wij dan weer vervolgens vertalen naar concrete bijdragen aan de samenleving. En we kunnen ons denken richten op een aantal verschillende aspecten. Namelijk deze. Het fysieke. Dus wanneer we ons denken richten op het fysieke. Dit roept gedachten op als ik heb dorst of ik ben moe. Gevoel. Wanneer we ons denken richten op gevoelens, roept dit gedachten op die gekleurd zijn met boosheid, blijheid of verdriet. Vitaliteit, het levenskrachtige, maar ook het doenerige en impulsieve denken. Begeerte, waarbij iemand iets wil bereiken, materieel of spiritueel, voor zichzelf of voor een groter geheel. Intellect, het objectieve en analytische denken, waarbij we problemen ontrafelen en dingen soms in hokjes proberen te stoppen. Dit is overigens ook het denken waarmee wij de meeste associatie hebben als we het hebben over het denken. In de maatschappij, als we het hebben over denken, dan denken we eigenlijk gelijk aan intellect. Inzicht. Het denken waarbij iemand wezenlijk inzicht en overzicht heeft van een situatie en daar ook de samenhang van ziet. En eenheidsbesef. Wanneer iemand zich één weet met het levende geheel en zich hier ook op kan richten. En deze denkaspecten staan in een specifieke volgorde, waarbij de hogere aspecten richting dat spirituele wijzen en de lagere aspecten richting dat materiële. Wanneer we ons denken richten op die spirituele denkaspecten, dan spreiden we als het ware ons bewustzijn uit. Dus we stappen voorbij onszelf. We zijn onderzoekend, we willen oprecht inzicht verwerven en ons één weten met dat hele geheel waar we, onze context waar wij in zitten. En wanneer we ons richten op de materiële denkaspecten, dan vernauwen we ons bewustzijn eerder. Dan stellen we ons beperkter op. We richten ons op ons eigen lichaam, op onze eigen gevoelens. Maar voor de duidelijkheid wel, volgens dit gedachtegoed zijn alle denkaspecten nodig. Sterker nog, we gebruiken ze eigenlijk afwisselend ook allemaal, afhankelijk van wat een situatie bijvoorbeeld van ons vraagt. Maar het maakt wel heel erg veel uit waar we ons door laten leiden. Wanneer we ons namelijk bijvoorbeeld laten leiden door vitaliteit, dan doen we haast voordat we denken. En denk dan bijvoorbeeld ook aan een project wat je samen met andere mensen kunt doen, waarbij je misschien snel vooruit wil en dat je al snel beslissingen hebt gemaakt zonder dat je anderen daar echt al goed over hebt ingelicht. Of bij gevoel bijvoorbeeld, wanneer iemand te laat is voor een afspraak die je met die persoon had, dan kun je misschien wel boos worden daarover. En als die persoon aankomt, direct boos reageren. Maar ja, dan laat je je leiden door gevoel. Terwijl je ook juist een begripvolle vraag kunt stellen van waar iets door kwam. Om wat meer informatie daarover in te winnen. Kijken wat je daar dan mee kunt. Misschien dat je persoon ook zelfs nog kan helpen dat er wat aan de hand is. En wanneer een bepaald aspect leidend is, worden andere aspecten dienend. Dus wanneer we ons bijvoorbeeld laten leiden door inzicht, dan kunnen we ons intellect gebruiken om die inzichten te onderbouwen. Maar we kunnen ook onze vitaliteit gebruiken om dan bijvoorbeeld dat inzicht in de wereld te brengen. Dus onze gerichtheid bepaalt onze gedachten. En onze gedachten bepalen onze handelingen. En onze gerichtheid bepaalt de hele sfeer die wij ook uitstralen. Dus richten wij ons op inzicht en eenheidsbesef, dan zorgt dat uiteindelijk voor bewustzijnsverruiming. Niet alleen bij onszelf, maar ook ander leven dat wij daarmee kunnen inspireren of beïnvloeden op een positieve manier. We kunnen onze constructieve bijdrage leveren aan dat levende geheel, wanneer we ons dus richten op inzicht en eenheidsbesef.
En daarmee komen we tot slot dan bij wat duurzaam is. Wanneer we ons richten op het meest duurzame deel van ons denken en hier ook naar handelen. En dat is een hele belangrijke toevoeging, want we kunnen natuurlijk een hele hoop denken, maar we moeten het wel altijd weer meenemen in de praktijk en daar dan ook naar handelen. En als we het hebben over dat denken, lichamelijk denken is bijvoorbeeld ook minder duurzaam, want als we trek hebben kunnen we wat eten en dan is het alweer verzadigd. Maar wat betreft gevoelens, we kunnen boos zijn op iemand, maar daar kunnen we bijvoorbeeld een uur later alweer spijt van hebben. Maar een inzicht blijft ons de rest van ons leven bij. Wanneer we namelijk bijvoorbeeld werkelijk inzicht hebben in wat we nodig hebben, dat gebruiken we ook elk moment wanneer we bijvoorbeeld op het punt staan om iets te kopen. Doen we dat wel of niet? Hebben we dat nou echt nodig? Maar denk bijvoorbeeld ook aan een inzicht in de vleesindustrie. Mensen die daar diep inzicht in hebben opgebouwd en daar veel van hebben gezien, die komen bijvoorbeeld soms tot vegetarisme. Het is dus belangrijk dat wij als mensen ons denkvermogen richten op wat duurzaam is. Dus inzicht in het essentiële van het leven. En dat kunnen we alleen zelf. Dat kan niemand anders voor ons doen. We kunnen alleen zelf oprecht onderzoekend zijn en proberen door te dringen tot de wezenlijke kern van alles om ons heen. Zodat we inzicht opbouwen wat ons helpt om harmonieus te handelen en te leven. En dat betekent dat duurzaamheid in de praktijk het volgende betekent. Een voortdurende oefening om het essentiële van leven te zien. En het voortdurende streven om een constructieve kracht te zijn in het levende geheel. En dit gaat dus hand in hand. Want het is een voortdurende oefening om het essentiële van het leven te zien, waardoor ons inzicht groeit en ons bewustzijn verruimt. En dit inzicht passen wij toe in het levende geheel waarin wij leven, waarmee we dan ook gelijk dat levende geheel ondersteunen. En tijdens dit samenwerken met dat andere leven groeit ons inzicht weer, dus verruimt ons bewustzijn weer, waardoor je eigenlijk continu stapstenen voor creëert. En effecten van een duurzame instelling als die levert dan ook op dat je respect hebt voor al wat leeft. Maar ook geeft wat je kunt, rekening houdend met de impact van onze gedachten en handelingen op dat levende geheel waar wij onderdeel van zijn. Maar dat je ook niet meer neemt dan nodig, waarmee je dus ander leven weer de ruimte geeft om haar bijdrage te kunnen doen, maar ook om zich te ontwikkelen. En hiermee zijn we nu tot het einde gekomen van de eerste helft. Ik heb nog wel een terugblik voor jullie. Dus elk leven is in essentie grenzeloos bewustzijn. Elk leven ontplooit in samenwerking met ander leven zijn grenzeloze bewustzijn, dus bewustzijnverruiming. Elk leven straalt een sfeer uit dat ander leven beïnvloedt. De mens bepaalt de kwaliteit van zijn sfeer door middel van het richten van zijn denken. En het is duurzaam wanneer wij ons als mens richten op inzicht en eenheidsbesef en hier dan dus ook naar handelen. In het tweede deel bieden we nog een ander perspectief op denken en gaan we ook dus verder in op een aantal voorbeelden die duurzame instelling in zich hebben. Maar voordat we helemaal overgaan op een pauze, dan eerst de gelegenheid voor wat vragen, als die er zijn. Nee? Oké. Okay. Goed uitgelegd. Ja, nou, dankjewel. Oké, laten we dan overgaan op een pauze en dan gaan we dadelijk weer verder. Oké, gaan we verder met deel 2. Voor de pauze hebben we het gehad over leven, dus wat is leven? En we hebben gekeken naar wat duurzaam is. En we hebben ook gekeken naar wat dit dan betekent voor de mens. En in dit deel gaan we nog eens opnieuw kijken naar de mens, maar net een ander perspectief.
En we gaan kijken naar een aantal duurzame voorbeelden. Dus mensen die die duurzame mentaliteit in de praktijk hebben gebracht. We gaan van start met de invloed van de mens. Dus een iets visuelere weergave van hoe ons denken werkt is deze. Hierbij is de mens zichtbaar gemaakt. Dat is deze hele kleurrijke verzameling. En de verschillende denkaspecten daarbij. En dit is natuurlijk een schematische weergave. In de werkelijkheid lopen al deze kleuren, sferen door elkaar heen. En is het allemaal niet zo geïsoleerd. Even weer terug naar dat begin. Dus in essentie zijn wij grenzeloos bewustzijn. En vanuit ons perspectief als mens zou je dat grenzeloze bewustzijn kunnen zien als wit licht. Die ook alle verschillende kleuren van de regenboog in zich heeft. En die verschillende kleuren kunnen wij onderscheiden met ons of waarnemen met ons denken. En op deze verschillende kleuren kunnen wij ons ook richten. En je zou deze verschillende kleuren of denkaspecten kunnen beschouwen als verschillende ikken die achter het stuur kunnen zitten. En vanuit jezelf kun je bepalen welke ik achter het stuur zit door middel van die gerichtheid. En in het beste geval kunnen wij helemaal zelfbewust en gecontroleerd onszelf richten op een van deze kleuren. En ook afhankelijk van wat de situatie van ons vraagt. En als we dat helemaal beheerst en gecontroleerd kunnen, zou je kunnen zeggen dat wij beheersers zijn van ons denken. We kunnen ons dus richten op een specifieke ik, wat betekent dat wij die ik uitstralen. En meestal is hier sprake van een mengvorm, dus bijvoorbeeld gaat begeerte ook wel samen met vitaliteit of eenheidsbesef met inzicht. En die uitstraling zou je kunnen zien als output. Bovenpersoonlijke output stimuleert ander leven, persoonlijke output beperkt ander leven eerder, als je daar dus door laat leiden. Dus bovenpersoonlijke output werkt verruimend, is constructief, is erop uit om de dingen beter te maken. En persoonlijke output is dan eerder vernauwde output. Dus dan handelen we vaak zonder inzicht te hebben in leven om ons heen. Waardoor we bijvoorbeeld dan ook ecosystemen kunnen laten instorten. Wat we soms wel eens zien gebeuren. Waar we in bijvoorbeelden ook nog wel iets van zullen zien. En daarnaast kan deze gerichtheid voor meer dingen zorgen, namelijk dat we elkaar daar dus mee beïnvloeden. En met persoonlijke output is dat dus niet heel positief, want dan kunnen we ervoor zorgen dat die persoonlijke output zich vermenigvuldigt, dus ook overspringt naar andere mensen. Want naast die output is er ook input. We hadden namelijk al eerder gezegd dat alles wat leeft een sfeer uitstraalt. En dat wil dus ook zeggen dat wij met sferen van ander leven te maken hebben. En denk hierbij aan de individuele sfeer van een collega of van je partner. Maar denk hierbij ook aan optelsommen van sferen. Dus sfeer van een feest of van de zaal of een organisatie of een land. En daarmee kun je ook wel zeggen dat je in ontzettend veel sferen verkeert. En deze individuele of groepssferen, die wrijven als het ware tegen ons aan. En dit kan ervoor zorgen dat wij van kleur verschieten. Dus dat wij de kleur van een andere sfeer overnemen. En op dat moment zijn we als het ware beïnvloedbaar. En wat hierin aan de basis ten grondslag ligt, is dat we onvoldoende inzicht hebben in onszelf of de situatie of context waarin wij zitten. Het is daarom dus ontzettend belangrijk voor de mens om zich voortdurend te richten op inzicht in dat essentiële van het leven. Zodat we dus niet onbewust beïnvloed worden door sferen, maar dat we zelfbewust ons denken kunnen blijven richten en zelfbewust en gecontroleerd onze gedachten kunnen blijven kiezen. En deze verantwoordelijkheid zelfs draagt de mens niet alleen voor zichzelf, maar voor alles wat leeft om hem heen. Want er is dus een mogelijkheid dat je ander leven beïnvloedt met jouw sfeer. En het zelfbewust richten van gedachten vergt een aantal zaken. En dat is zelfvertrouwen. Dus vertrouwen hebben in dat je het in je hebt. Je hebt die grenzeloze essentie in je. Dat kun je naar buiten brengen. Concentratie.
Dus het innerlijk oog gericht houden op dat essentiële. Discipline, dus het in de praktijk brengen van je inzichten en daarbij ook een soort van doorzettingsvermogen hebben. 3 vaardigheden die je je hele leven kunt meenemen, oefenen. En hierbij kan ook heel veel inspiratie opgehaald worden uit de natuur, die altijd consequent doorwerkt. Denk daarbij ook aan planten die rustig doorgroeien, bijen die altijd ijverig nectar ophalen. Alles wat leeft, vervult rustig zijn taak. En ook inzicht in ecosystemen, zoals die stikstofkringloop die ik eerder ook al aanhaalde, hoe dat leven elkaar ook allemaal consequent ondersteunt, is heel inspirerend om te zien. En dit is ook gelijk onze brug naar de duurzame voorbeelden. Want iemand die ons hier veel over heeft laten zien, is Peter Wollebe. Een Duitse boswachter, een linkerman op de foto. Niet zo lang geleden heeft hij wat bijgedragen aan ons inzicht in de natuur. Met bijvoorbeeld het boek Het Verborgen Leven van Bomen. Maar ook het innerlijk leven van dieren. En hij liet ons zien hoe bomen dus met elkaar samenwerken. Want bomen communiceren echt met elkaar. Daar had hij het bijvoorbeeld veel over. Bomen communiceren met elkaar door middel van geurstoffen, bijvoorbeeld. En zelfs las ik vandaag ergens nog dat grassen ook met elkaar communiceren door middel van knakjes in hun wortels. En met name de zijlingen daarvan, die reageren daar blijkbaar ook op. Ook interessant. Maar wat bomen bijvoorbeeld doen, hij heeft het over de Wood Wide Web. En dat gaat over het wortelnetwerk van die bomen. Die zitten allemaal onder de grond en al die wortels van die bomen zijn aan elkaar verbonden door middel van schimmels. Dus daar is ook een relatie tussen verschillende vormen van leven. Ze werken echt samen. En wat de bomen doen, ze hebben fotosynthese, komen suikers vrij en dat pompen ze rond door dat Wood Wide Web. Dus door dat hele grote wortelnetwerk. En denk hierbij dan bijvoorbeeld ook aan zieke bomen die niet echt in staat zijn om fotosynthese goed te kunnen laten plaatsvinden. Gezonde bomen die pompen die suikers daar naartoe. Maar ook oude bomen die misschien niet eens meer een bladerdak hebben. Daar vertelt hij ook over. Een stomp die hij zag in het bos. Een boom die totaal geen kroon meer had en ook geen fotosynthese meer kon laten plaatsvinden. De jongere bomen die pompten ook allemaal suikers toe naar die boom. Want die boom die leefde gewoon. Die droeg nog steeds bij aan dat hele Wood Wide Web. Want die heeft natuurlijk nog steeds een gigantisch netwerk aan wortels. Wat kan bijdragen aan dat hele wortelnetwerk? Nou, dat is ontzettend inspirerend om daar over te lezen. Ook echt een aanrader om te lezen, dat boek. Het Verborgen Leven van Bomen. En iets soortgelijks zie je ook bijvoorbeeld in de savanne. Giraffes die daar acaciabomen aanvreten. En die acacia's die ontwikkelen dan direct een smaakstof, waardoor de giraffes er vanaf blijven. Maar simultaan produceren ze ook een geurstof die dan door de lucht verspreid wordt. En andere bomen alarmeert dat er giraffes in de buurt zijn, waardoor zij ook direct starten met het aanmaken van die smaakstof. Nou is dat natuurlijk niet heel praktisch als de wind de andere kant uitstaat, maar het is wel ingenieus. Ik wil graag even met jullie overgaan op een filmpje die iets ook laat zien over samenwerking van leven. Kennen jullie het filmpje How Wolves Change Rivers? Nee? Oké, sommigen wel, daarom heb ik die juist niet gedaan. Ik heb het filmpje namelijk gepakt How Whales Change Climate. Het is een Engelstalig filmpje. Ik zal hem dadelijk nog even naar het Nederlands vertalen, als het ware. One of the most exciting scientific findings of the past half century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles
all the way down to the bottom. We all know that whales eat fish and krill, and some people, certain politicians in Japan, for instance, have argued that killing whales is good for human beings, as it boosts the food available for us to eat. And so you would think. But as the great whales declined, so did the numbers of fish and krill. It seems counterintuitive. Surely their numbers would rise as their major predators disappeared. But it now turns out that whales not only eat these animals, they also keep them alive. In fact, they help to sustain the entire living system of the ocean. Whales feed at depth in waters that are often pitch dark, and then they return to the surface, to the photic zone, where there's enough light for photosynthesis to happen. There they release what biologists call fecal plumes, vast outpourings of poo, poonamis. These plumes are rich in iron and nitrogen, nutrients which are often very scarce in the surface waters. And these nutrients fertilize the plant plankton that lives in the only place where plants can survive, the photic zone. Fertilizing the surface waters isn't the only thing the whales do. By plunging up and down through the water column, they also keep kicking the plankton back up into the photic zone, giving it more time to reproduce before it sinks into the abyss. Even today, though whale populations have been greatly reduced, the vertical mixing of water caused by movements of animals up and down through the column of the oceans is astonishingly roughly the same as the amount of mixing caused by all the world's wind and waves and tides. More plant plankton means more animal plankton on which the larger creatures then feed. In other words, more whales means more fish and krill. But the story doesn't end here, because plant plankton not only feeds the animals of the sea, it also absorbs carbon dioxide from the atmosphere. When eventually it sinks to the ocean floor, it takes this carbon out of circulation, down to a place where it remains for thousands of years. The more whales there are, the more plankton there is. The more plankton there is, the more carbon is drawn out of the air. When whales were at their historical populations, before great numbers of them were killed, it seems that they might have been responsible for removing tens of millions of tons of carbon from the atmosphere every year. Whales change the climate. The return of the great whales, if they're allowed to recover, could be seen as a benign form of geoengineering. It could undo some of the damage we've done, both to the living systems of the sea and to the atmosphere. Ik stop hem hier even. Dat is best wel een lange aftiteling. De bedoeling ook van dit filmpje was deels te laten zien hoeveel samenhang en dynamiek er eigenlijk schuil gaat achter wat we met ons oog dan vaak kunnen zien. Dus die buitenkant die we kunnen zien. Nog heel eventjes een Nederlandse vertaling hiervan. Wat er gebeurde is dat in het verleden zijn we begonnen met walvissenjacht. En het idee was dat dat een goed idee was. Namelijk dat er meer voedsel zou zijn. Ik doe even deze. Dat er meer voedsel zou zijn, zowel met de walvissen als de vis die zij dan ook niet meer zouden eten. Want het idee was dat er veel meer vis dan weer zou zijn, want een mega groot roofdier is er dan niet meer. Nou, en dat bleek niet het geval te zijn. Sterker nog, de vis verdween gewoon eigenlijk helemaal uit de oceaan daar. En daar zijn ze verder naar gaan kijken. En waar ze toen achter kwamen is dat walvissen ondersteunen de vissen juist in de oceaan. Want walvissen die zwemmen heel diep en bij hun diepe tochten in de oceaan en ze komen weer naar boven, nemen ze plankton mee naar boven. En er is een soort van lichtlaag in de oceaan waar plankton zich kan ontwikkelen. Fotosynthese, kan het groeien enzovoort. En dat is dan weer ook gelijk voeding voor die vis. En daarbij komt ook dat de walvissen de hele bovenlaag ook weer bemesten, waardoor eigenlijk, dat is een hele kweekvijver voor leven juist. En wat er daarnaast ook gebeurt, is dat die plankton die aan de oppervlakte van de oceaan drijft,
zuigt ook weer allemaal CO2 uit de lucht. En met de aantallen van walvissen die er toen waren, was het idee dat er per jaar 10 miljoen ton aan CO2 elk jaar dus uit de lucht naar binnen werd gezogen en vervolgens afgevoerd naar de bodem van de oceaan. En als we dan denken aan inzicht in het geheel waar wij in leven, ik vind dit echt een filmpje dat laat zien hoe belangrijk dat is. Dat wij zijn in staat om in te grijpen in leven om ons heen, dan de hele situatie waarbinnen wij leven. Maar dat geeft ons ook de verantwoordelijkheid om dat harmonieus te doen. Dus niet ons te laten leiden door, oh, dan hebben we meer eten. Nee, juist inzicht op te bouwen en kijken hoe we dat harmonieus kunnen doen, als daar al een werkelijke behoefte aan was destijds. Dus dit is eigenlijk niet een heel goed voorbeeld, in de zin van niet door de juiste aspecten, denk ik, laten leiden. Maar een pleidooi om juist te laten leiden door inzicht. Inzicht in die hele context waarbinnen we leven, zodat we harmonieus met leven om kunnen gaan. Oké, gaan we door naar een positief voorbeeld. Dit gaat over twee mensen die hebben laten zien wat het kan betekenen om vanuit een alomvattende visie te denken en handelen. En dat zijn Thomas Rauw en Sabine Oberhuber. Zij zijn mensen die een nieuw economisch model hebben ontwikkeld. Heet Turn Two. Hij is de laatste tijd ook steeds meer te zien. Dit is Thomas, hij is architect en zijn vrouw Sabine is bedrijfseconoom. Dus dat was ook een perfecte combinatie om een goed model te ontwikkelen. En zij zijn samen vertrokken uit deze visie. Onze aarde is immers veel meer dan de som van haar delen. Ze is een levend, ritmisch, cyclisch systeem. Een eenheid en zo moeten we haar ook behandelen. Dus met deze visie is gekeken naar de economie en is gezocht naar een manier om toch in deze huidige economie iets van deze visie naar buiten te kunnen brengen. Dus een model te ontwikkelen wat hier rekening mee houdt. En dat werd dus Turn Two. En dat model is ook afgekeken van wetmatigheden die in de natuur terug te vinden zijn, zoals cycliciteit en het vermogen van herstel. En ik neem jullie even mee door wat van hun gedachtegang. Ze zijn namelijk begonnen met het kijken naar de huidige economie, wat een lineaire economie is. Dus we delven grondstoffen, we maken producten, we gebruiken ze en als ze op zijn, gooien we ze weg als afval. En dit systeem zorgt voor kwalitatief slechte producten die snel kapot gaan. En dat gebeurt ook, want fabrikanten hebben geen baat bij kwaliteit. Ze hebben namelijk... Ze willen veel verkopen, dus als ze goede kwaliteit zouden leveren, zouden mensen minder kopen. Maar de consument wil wel een werkend product. Dus dat wil eigenlijk ook zeggen dat een product verantwoordelijkheid of zorg met zich meebrengt. Dus voor dat functioneren, dat als het kapot gaat, dat je het recycelt of dat je het repareert. Maar ook recycling aan het einde van de levensduur. En in dit lineaire systeem verkoopt de fabrikant het als het ware door aan de consument. Dus de fabrikant stoot als het ware een product nu af aan de consument. En de consument is verder verantwoordelijk voor alle zorg daarna. En volgens Thomas en Sabine wordt de consument hiermee ook volledig overvraagd. En dat denk ik zelf ook, want als ik alleen al kijk naar mijn laptop, ik heb geen flauw idee hoe ik die goed kan repareren en ook goed kan recyclen. En zij noemen dit dan ook georganiseerde problemen. Want we zitten een soort van vast in een model, wat ons eigenlijk ook verplicht om hierin mee te blijven draaien. En Turn Two gaat over een circulaire economie. Ja. Dus een circulaire economie. De fabrikant maakt producten, consumenten gebruiken ze, en aan het einde van het gebruik brengen consumenten ze terug naar de fabrikant, die ze dan vervolgens recycelt. En in dit model draagt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor die gemaakte producten. Dus zorgt ook voor de reparatie en recycling van al die materie. En neem hierbij bijvoorbeeld licht in huis. Je koopt met dit model geen lampen meer, maar je huurt als het ware licht bij Philips. En zij sturen je dan lampen op die je kunt gebruiken in je eigen huis. En gaat er eventueel een lamp kapot,
dan is die zorg dus de verantwoordelijkheid van Philips. Dus zij komen het repareren of sturen je een nieuwe lamp. En dit model stimuleert dan ook innovatie. Want Philips wil niet dat de lamp kapot gaat. Dus als er iets een onderdeel van is wat snel kapot gaat, dan wordt het bijvoorbeeld aan de buitenkant gemonteerd, zodat ze het makkelijker kunnen vervangen. En het stimuleert ook afvalbeperking. Want er wordt gewoon niet zoveel meer gecreëerd, nieuw gemaakt. Er wordt veel meer gerepareerd. En dat initiatief van licht in huis is ook werkelijkheid geworden. Helaas nog niet voor het particulier, maar wel voor het bedrijfsleven. Het heet nu LaaS, Light as a Service. En Schiphol neemt dit bijvoorbeeld ook af. Maar dit model zorgt dus voor een hele andere wending. Fabrikanten gaan dus kwalitatief goede producten maken die niet snel kapot gaan. En als dat gebeurt, zijn ze goed te repareren, demontabel en onderdelen zijn goed te vervangen. De consument is niet langer eigenaar, maar tijdelijke gebruiker van een product. En wat een mooie bijkomstigheid is dat er een nieuwe doelgroep ook mee wordt aangeboord. Want er is op dit moment een doelgroep die niet goed bediend kan worden. En dat is de doelgroep die het eigenlijk prima vindt om een tweedehands product te gebruiken. Op het moment dat wij nu de producten terugbrengen naar de fabrikant, komt hij als het ware voor een keuze te staan. Ga ik het refurbishen? Dus dat wordt echt georganiseerd. Ga ik tweedehands producten als nieuw maken en weer delen met mensen die dat tweedehands product misschien prima vinden? Of ga ik het echt recyclen en iets nieuws van maken? En Thomas en Sabine noemen dit georganiseerde oplossingen. Dus dat is een heel andere kijk op de huidige economie. Een dieperliggend idee achter dit hele turn-to-model is dat de mens zijn aandacht niet meer richt op een uiterlijke identiteit. Dus waarmee de mens zijn identiteit vormgeeft met bezit. Dus bijvoorbeeld een merkauto of de nieuwste telefoon. Maar dat de aandacht van de mens veel meer uitgaat naar een innerlijke identiteit. Dus naar wie hij werkelijk is, zijn talenten. En dat hij zijn innerlijke vermogens kan inbrengen in het geheel. En als we kijken naar de drie grondstellingen die we als eerste hadden gehanteerd. Dus we hadden daarover gezegd dat we die zouden kunnen gebruiken als toetsstenen. Als we die leggen langs dit initiatief, dan is onze eerste vraag, draagt het bij aan het levende geheel? Want grenzeloosheid en gigantisch levend geheel, draagt dit model daaraan bij? Nou, Turn2 wil dus af van, van de uiterlijke identiteit en wil veel meer over op een innerlijke identiteit. En daarmee ondersteunt dit model dus ook het ontplooien van die innerlijke mens. Dus het ontplooien van die grenzeloze potentie van de mens. Om die veel meer naar buiten te brengen. Tweede vraag zou dan zijn, houdt het rekening met cyclische beweging? Nou, een fabrikant produceert een product en zodra het leven erop zit, wordt het gerecycled. Dus eigenlijk in het leven ook, wanneer dingen vergaan, gaat het gewoon weer mee in de kringloop. En sterker nog, vanuit dit model zijn onomkeerbare processen zijn ook uit den boze. Dus dingen als bakkeliet, dat zijn is een type kunststof, in het verleden werd dat vooral gemaakt, dat kunnen we niet meer recyclen. Dat is gewoon vastgezet in die vorm en dat is volgens dit model ook echt niet de bedoeling. En het cyclische principe van oorzaak en gevolg wordt heel positief aangewend. Dus bij het maken van producten is er focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit. En hierop volgen ook reacties. Zoals veel meer innovatie. Niet meer die kleine stapjes die nu worden gezet met bijvoorbeeld nieuwe telefoons. Zie je dat er elke keer een klein stapje wordt gezet. Daar gaat het niet meer over. Je wil gewoon een goed product neerzetten waar de consument wat aan heeft. En dat is dus ook voor een veel langere duur. En de dingen moeten dus bijvoorbeeld ook makkelijker gerepareerd kunnen worden. Allemaal gevolgen van focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit. De derde hypothese was fundamentele gelijkheid en groei. En dat geeft dan de vraag, geeft het het leven de ruimte om bij te dragen en te ontwikkelen? Vanwege die hele recycling worden er minder grondstoffen gedelft en is er dus aanzienlijk minder afval, wat ook veel meer leven intact laat.
Dus denk bijvoorbeeld ook aan bomen. Er worden een stuk minder bomen gekapt, omdat al het hout wat er is, bijvoorbeeld, ook veel langer kan meedraaien. En dat zie je ook vooral bij dat tweede punt over materie, wat identiteit en waarde wordt toegekend. Want in dit model wordt materie heel expliciet een identiteit toegekend. Omdat het idee is dat als iets geen identiteit wordt toegekend, dus als het ware niet wordt gezien, wordt het een soort van vergeten en wordt er niet respectvol mee omgegaan. Dus als we het hebben over die bomen en dat hout wat mee kan blijven draaien, als dat een identiteit krijgt, dan wordt het ook weer opgehaald en wordt het weer gebruikt. Alle gebouwen hebben met dit model bijvoorbeeld ook een grondstoffenpaspoort, wat laat zien waar alles zit, waar alle grondstoffen zitten en hoe je het er weer uit kan halen. Dus hout, steen, maakt niet uit, alles. Het idee en het streven, of eigenlijk de doelstelling, is dat een gebouw 100% gerecycled moet kunnen worden. Dus dit initiatief stimuleert het geheel op een hele positieve manier en beperkt eigenlijk tegelijkertijd negatieve impact. Dus het beperken van die grondstoffen en om dat te delven, maar ook afvalbeperking. Oké, een volgend voorbeeld. Een persoon die een duidelijke visie had op productie is Dieter Rams. Veel van hem kennen waarschijnlijk vanwege zijn 10 ontwerpprincipes. Hij is een man die 42 jaar bij Brown heeft gewerkt als industrieontwerper. Inmiddels is hij 86 jaar en gepensioneerd. En hij ontwierp een aantal bekende producten, waaronder deze. Misschien kennen sommigen van jullie wel of de keukenapparaten of misschien ook wel de LP-speler. Want hij was degene die had bedacht dat het slim zou zijn om bij de LP-speler die perspexplaat, zeg maar, een gebochte rand daaraan te maken. Dus dat je er gewoon op kon kijken. Dat je zag hoe ver je plaat ongeveer was. Ook heeft hij een aantal meubelen gemaakt. Die zijn geproduceerd door Vitsu. Een bedrijfje die maar 3 meubelen in de markt bracht. Namelijk alleen maar de meubelen die Dieter Rams had ontwikkeld. En die waren zo universeel dat het hele bedrijf daar gewoon prima op kon draaien. En daarnaast is hij ook een inspirator geweest voor John Ive, de industrieel ontwerper van Apple. Hier zie je bijvoorbeeld de rechterrekenmachine, die heeft Dieter Rams ontwikkeld. En op de iPhone ziet hij er zoals de linkerkant uit. Nou, en daar staan nog een aantal ontwerpen. Dus tijdens zijn werkende bestaan bij Brown heeft hij die 10 ontwerpprincipes opgesteld. En dat was vooral voor educatieve doeleinden. Want hij prikkelde zoveel mensen en dacht van ja, ik moet toch een manier vinden om mijn kennis hierover te delen. En voordat we daar helemaal op inzoomen, wil ik even met jullie stilstaan bij wat hij verstaat onder productontwerp. Productontwerp is de totale configuratie van een product. De vorm, kleur, materiaal en constructie. Het product moet het beoogde doel efficiënt bedienen. Dus het is een product is een middel voor de mens om een beoogd doel te bereiken. En in dit proces van een product ontwerpen wordt er dus heel nauw gekeken naar het doel wat de mens wil bereiken en wat dan daarbij de functiebehoefte is van de mens. En dan wordt gekeken naar hoe vorm, kleur, materiaal en constructie kan worden ingezet om dat product dus optimaal die functie uit te laten dragen. Dus bruikbaarheid is wel duidelijk, staat centraal bij de visie van Dieter. En hij zegt ook heel vaak vorm volgt functie. En uiteindelijk zijn dan de 10 kenmerken van goed ontwerp deze. Dus goed ontwerp is innovatief. Maar niet innovatief als doel op zich. Het moet altijd de functie van het product voor de mens ondersteunen en verbeteren. Een goed ontwerp maakt een product bruikbaar. Is esthetisch. En dit vond ik eerst dat ik dacht van hoezo esthetisch? Want dat klinkt niet per se direct bruikbaar. Maar toen ik me daar wat verder in verdiepte, toen begreep ik dat het niet esthetisch is als doel op zich. Dus die bruikbaarheid staat centraal in goed ontwerp. Maar wanneer een product de juiste balans heeft bereikt om die functie tot uitdrukking te brengen,
Dus die juiste balans van vorm, kleur, constructie en materiaal, dan volgt die esthetiek als het ware vanzelf. Dus het is veel meer een balanskwestie. En dit esthetische punt is dan ook veel meer een kenmerk dan dat het dus een doel op zich is. Een goed ontwerp maakt een product begrijpelijk, is ingetogen en onopvallend. Dus het zijn producten die een doel vervullen. Ze zijn als gereedschappen, geen kunstwerken. En moeten ruimte overlaten voor die zelfexpressie van de mens. Een goed ontwerp is eerlijk, dus wekt niet de schijn van dat het innovatiever of krachtiger is dan in de werkelijkheid. Een goed ontwerp is tijdloos, grondig tot in het kleinste detail, milieuvriendelijk en is zo min mogelijk ontwerp. Dus het concentreert zich op de essentiële aspecten en wordt niet belast met niet-essentiële zaken. Dus Dieter Rams zegt dat het de bedoeling is dat de mens zich uitdrukt en dat producten gedurende dit proces als gereedschappen moeten zijn. En daarom mag er dan ook geen afleiding zijn rondom producten. Dus dat ze aandacht opeisen of dat ze verwarrend zijn om te gebruiken. Dus ze moeten gestroomlijnd zijn om dat doel te bereiken. En hij zegt ook dat we moeten nadenken over wat we gebruiken, hoe we het gebruiken en hoeveel we gebruiken. Zodat we gebruiker zijn van producten die we bewust kiezen en echt gebruiken. In plaats van dat we consumenten zijn die oneindig producten consumeren. En wat betreft duurzaamheid zegt hij dat we grondiger moeten nadenken over wat we doen, hoe we het doen en waarom we het doen. En hij zegt ook dat het de verantwoordelijkheid is van de ontwerper om goed na te denken. Omdat ontwerp als het ware een afspiegeling is van onszelf. En hij zegt ook dat spreekt iedereen, daarmee spreek ik iedereen aan, zei hij. Want we ontwerpen alles. Onze hele omgeving, natuurlijk producten, maar ook dus onze gedachten en onze handelingen. En hiermee laat hij dan ook weer zien die verantwoordelijkheid die wij hebben als mens. En dat onze mentaliteit bepalend is voor alles wat uit ons voortvloeit aan ontwerp. En dus ook handelingen en dus ook alle gevolgen daarvan. En dat betekent dan ook dat wanneer wij ons denken richten op het ondersteunen van leven, dat we dat dan ook uitdragen. Oké, we kunnen ons dus op verschillende manieren toetsen op duurzaamheid. In principe kunnen we deze 10 ontwerpprincipes gebruiken om ons handelen, om ons denken en handelen ook vorm te geven. En ook op duurzaamheid als het ware te toetsen. Maar vanuit spiritueel perspectief kunnen wij daarvoor ook die 3 toetsstenen gebruiken die we hiervoor ook al even aan bod lieten komen. Dus draag je bij aan het levende geheel, houd je rekening met cyclische beweging en geef je het leven de ruimte om bij te dragen en te ontwikkelen. En we kunnen deze 3 toetsstenen dus gebruiken om onszelf achteraf te toetsen op duurzaamheid, maar het liefst gebruiken we ze natuurlijk vooraf. Om ons denken en handelen te ontwerpen. En hiermee ben ik tot het einde gekomen van mijn tweede deel. Zijn er vragen over wat er voorbij is gekomen? Oh, Irene? Ja. Je had in het begin van het tweede deel over dat echtpaar. Ja. En dat vierkante schemaatje. Toen vroeg ik me af van een spelotheek bijvoorbeeld, of leasen. Bibliotheek, kan je die daar ook onder vatten? Ja, voor een deel, maar niet altijd. Want het idee is dat het echt direct teruggaat naar de fabrikant. En vaak, als je denkt aan een spelotheek, de spellen die zijn dan niet direct van de fabrikant. Dan zit er vaak nog iets tussen. Dat hoeft niet per se erg te zijn als daar goede afspraken over zijn gemaakt. Maar belangrijk is wel dat de verantwoordelijkheid over die producten wel echt bij de fabrikant ligt. En denk bijvoorbeeld ook aan een swapfiets, wat je tegenwoordig ook veel ziet. Die fietsen met die blauwe banden aan de voorkant. Dat is ook een lease model. Maar dat is dan bij swapfiets. Maar swapfiets heeft misschien geen contact met Batavus, bij wijze van. Dus swapfiets krijgt nog steeds de problemen van allemaal kapotte fietsen. Die eigenlijk de verantwoordelijkheid zouden moeten zijn van Batavus. Of wat voor fabrikant dat dan ook is. Ja. Maar het komt wel in de buurt eigenlijk. Dus het zijn al wel een stuk betere initiatieven dan dat hele lineaire.
Ja. Je had ook nog een vraag. Ja. Wat is het woord esthetisch? Is het schoonheid of zo? Ja, ja. Klopt. Ja, ja, ja. Schoonheid. Ja. Het boek is dingen die je gewoon die je mooi wil maken. Hè? Dan hoeft het helemaal niet eens heel erg nuttig te zijn of wat dan ook. Maar gewoon omdat je het daardoor extra mooi maakt. Bijvoorbeeld ook kunst. Hè? Het is niet bedoeld om heel erg duurzaam te zijn, maar wel om mensen, heel veel mensen te bekoren, gewoon omdat het mooi is op zich. Ja. En dat kan ik dan niet helemaal passen in het duurzaamheidsplaatje. Is dat wel passend te maken, denk je? Nou ja, ik denk misschien dat wat mensen als schoon zien, dat dat voor een deel subjectief is. Dus dat voor een deel mensen het een mooier vinden, dat de een het een mooier vindt dan het ander. Maar in principe de schoonheid waar hierover wordt gesproken is echt als wanneer alles in balans is. En ik kan me voorstellen dat tijdloze schoonheid, ook in kunst bijvoorbeeld, dat wel andersoortige kunst is dan wanneer er echt wordt gefocust op echt iets mooi maken. Ja. Je ziet bijvoorbeeld ook design, wat heel tijdloos is. Van die Frank Lloyd Wright huizen die helemaal geïntegreerd met natuur en ook perfecte verhoudingen wat dat betreft. Of de Japanse huizen die ook die bepaalde verhoudingen hebben van de tatami matten in het huis met de deuren en muren. Ja, dat is vaak universeel, spreekt veel mensen aan. Ja. Kan je nog een toelichting geven op, je hebt het wel iets gedaan, op de identiteit van materie? Want je hebt het onderverdeeld in grondstoffen, maar hoe kan je daar een toelichting op geven? Je hebt het over ook dat model van Thomas Rauw en Sabine? Ja. Zij hebben het daar heel expliciet over, omdat op dit moment heeft materie niet echt een identiteit. We kijken er weinig naar om. Het zijn gewoon gebruiksvoorwerpen en dat is het. Maar bij hun is het echt dat het wordt gezien. Als in het is nuttig en we beschouwen het als het ware als een entiteit. Die dus ook mee blijft draaien in dat hele geheel. Ze worden niet vergeten als het ware. Wordt niet overheen gekeken dat wanneer bijvoorbeeld de plastics van mijn laptop, wanneer mijn laptop einde levensduur is, dan blijft het plastic van mijn laptop nog steeds bruikbaar en nuttig. Dat blijf ik zien als waardevol ding dat kan meedraaien. En niet dat het niks waard is, waardoor ik er ook niet aan denk en dat het gewoon verdwijnt in de grote hoop van afval. Ja. Beantwoordt dat jouw vraag een beetje? Ja, ik zat er bijvoorbeeld ook aan hout te denken. Ja. Als het voor brandstof wordt gebruikt, wordt het dan met toewijding verbrand, want dan werkt het. Nou ja, het is meer een soort van respectvol. Dus dat er niet argeloos mee om wordt gegaan. Kijk, als hout bijvoorbeeld aan het einde van zijn levensduur is, dan zou dat misschien nog best wel een bruikbare toepassing kunnen zijn. Dus dat het dan nog gebruikt, de warmte ervan bijvoorbeeld nog gebruikt wordt om iets te verwarmen. Of iets dergelijks, ik zeg maar wat. Maar dat het blijft bijdragen en nuttig blijft tot en met het einde eigenlijk. Ja, dus dat het wordt gezien. Als je circulair denkt, dan zou je eigenlijk geen hout moeten verbranden. Hè? Ja. Dan zou je er toch iets anders mee moeten doen. Ja. En dan zou je warmte op een andere manier moeten genereren. Ja, het was misschien niet het beste voorbeeld. Ja. Ja, er zijn vast ook andere toepassingen voor te verzinnen. Ja. Dat doet me denken, Lalibel, aan, ik weet niet of het van die Thomas Rauw heet, hè? Ik herinner me een kantoorgebouw en aan de buitenkant waren het oude pallets, heet die pallets, weet dat hout, die houden het, ja. Ja. Is dat, weet je dat, is dat van hen is? Dat vond ik wel heel opmerkelijk dat die dat gebruikt doen. Nee, dat weet ik niet zeker. Eigenlijk de buitenkant van een kantoorgebouw en dat was geloof ik in Nederland. Zou kunnen hoor, dat durf ik niet te zeggen. Hij maakt overigens. Maar daar moet je aan denken. Nou ja, hij maakt het wel. Hij maakt de gebouwen echt dat je er niks van ziet dat het helemaal gerecycled is. Op zijn website zie je ook wel projecten die hij heeft gehad. Dus je moet niet per se denken aan pallets die zijn hergebruikt om dan een gebouw. Nee, maar bijvoorbeeld dat ze het hout ervan gebruiken in een constructie in een muur of iets dergelijks. Maar zij. Ja,
durf niet te zeggen. Zou ik even zijn website moeten checken of die ertussen staat. Maar, ja. Ik herinner me, er was zo'n tegenlicht of zo'n programma waarin hij... of in die andere... Ja, hij is wel op tegenlicht geweest. Maar kwam dat daar voorbij? Ja, okay. Daarom vroeg ik me af of dat... Oké, okay. Ja, dat durf ik niet zeker te zeggen. Het lijkt niet zo brandveilig. Nee, houd het aan de buitenkant. Die opmerking werd ook gemaakt. Okay. Ja. Ik weet niet of hij dat wel zou kunnen. Maar ik weet wel van het systeem, die beton, oude gebouwen, beton in feite vermalen, tot een bepaalde grofheid, om er weer beton uit te maken. Ja. Mijn ouders die hebben gedaan een zelfvoorzienend leven. En mijn vader was bezig met een huis bouwen naast ons eigen huis. En daar heeft hij hetzelfde mee gedaan. Heel veel steen tot gruis gemaakt om zelf weer blokken van te maken om dan mee te gaan metselen. Ja. Ja. Noem je een aantal voorbeelden, maar zijn dat nog steeds roepen in de woestijn? Of wordt dit echter al veel mensen omarmd? En zijn er nog een ideeën in onze kring? En over de circulaire beweging bedoel ik? Je hebt een aantal mensen voorbeelden genoemd. Nou ja, dat hele circulaire rondom Thomas Rauw en Sabine, dat loopt echt wel. Hij is behoorlijk aan de weg aan het timmeren. In december heeft hij nog een Universal Declaration of Material Rights gelanceerd. Ook omdat volgens mij Universal Declaration of Human Rights, hoeveel jaar was het? 70 jaar? 70 jaar bestond? Ja. En dat... Turn 2 is een model, maar is ook een bedrijfje met dezelfde naam, ook van hun. En zij ondersteunen bedrijven ook om modellen circulair te maken. Dus Philips hebben ze dat gedaan met LaaS, Light as a Service. Maar zij hebben bijvoorbeeld in Nederland ook met Mudjeans, dat is ook al iets bekender, zijn ook circulaire jeans. En zo zijn er meer voorbeelden daarvan die al wel werkelijkheid zijn. En blijkbaar werkt het. En kunnen bedrijven daarvan rondkomen, want anders deden ze het natuurlijk niet. Ja, dus ik vind het een heel veelbelovend initiatief. En ook vooral met deze nieuwe generatie mensen, denk ik ook, in deze tijd überhaupt. De hele gedachtegang begint wel wat te kantelen, heb ik het idee. Waardoor er ook veel meer vruchtbare grond is, denk ik, voor dit soort initiatieven. Zeker bij jonge mensen die op dit moment toch behoorlijk materialistisch zijn ingesteld, zo van... Ik ben mijn laatste telefoon en ik ben belangrijk omdat ik die tas heb of dat horloge. Ja, ja, en het is wel een beetje tweeledig, heb ik het idee. Want enerzijds zie je dat, maar anderzijds zie je juist ook bij hun een hele sterke milieubeweging. Denk bijvoorbeeld ook aan... In de jaren 30, daar zie je heel veel veganisme en dat soort dingen. Daar zie je de kanteling wel. Ja, ja. Ik vond zelf een heel leuk voorbeeld van Renault, de autofabrikant. Dus vorig jaar had je dus, het eind van het jaar in oktober heb je altijd een hele grote tentoonstelling in Parijs. En vorig jaar dus ook uiteraard. En toen had Renault aangekondigd, wij komen met een totaal ander ontwerp. En het was helemaal afgekaderd enzovoorts. En die tentoonstelling gaat open en ze maken die stand open en er staat niks. En wat zegt hij? Wij willen de wagen maken die alleen maar gebruikt gaat worden voor sharing. Dus dat is een wagen die moet helemaal ontworpen worden, zodat veel meer mensen er gebruik van kunnen maken op een veel makkelijke manier. En hij zei eigenlijk van, nou, kom maar op, waar zou zo'n wagen al moeten voldoen? En dat vond ik op zich een hele open mind om een start te maken van... ik weet niet of het helemaal circulair is, of Renault die wagens blijft houden en blijft onderhouden en veranderen. Maar ik vond het wel een hele interessante benadering van, nou, we gaan geen auto's meer maken die maar door een individu worden gebruikt en daarna worden weggepakt. Nee, we gaan iets maken wat gewoon van nature voor share is. Ja. Lijkt me zoals een trein bijvoorbeeld. Ik denk wel heel slim ook, want als je alleen al ziet hoeveel fietsen met blauwe banden je op dit moment ziet fietsen, de vraag is er echt wel. Ja, dat zou wel goed kunnen. Goed kunnen werken. Ja. Ik heb nog een vraag over het eerste gedeelte. Je had het over die wortelen van de bomen, dat ze alles aan elkaar zo'n beetje doorgeven. Ja. Nou is op de Scheveningse weg zijn al die bomen gekapt. Daar staan allemaal nieuwe boompjes. Hè? Nou vraag ik me af, die oude bomen die er nog staan, er staan er nog een paar, want ik rijd er vaak onderdoor. Ja. Helpen die nieuwe bomen een beetje op gang? Ja, met ze natuurlijk contact hebben met elkaar. Met dat die schimmels daartussen ook. En de vraag is,
Ja. Dus die zijn nog niet zo ver. Ja, en de vraag is of die jonge bomen dan ook voldoende... Ja, of voldoende grondstoffen... Want ze zijn gekapt, zei je toch, die oude? Die zijn allemaal eruit getrokken, ja. Ja, ja. Wortel, met wortel en al. Dus... Maar dan gaat het Ja, alles eruit. Ja. En dan zijn betonnen bakken. Ja. En zijn dus bomen weer naast geplaatst. Ja. Ja, dan is het de vraag natuurlijk. Als dat is dan de vraag, ja, het is heel pijnlijk. Want het is een samenwerking. Ja, ja. Maar je ziet bijvoorbeeld ook, Staatsbosbeheer zie je nu ook steeds meer bomen kappen. Omdat er is bezuinigd op subsidies, moeten zij nu hun geld op een andere manier ophalen. Dus gaat ook veel meer in de kap, dus houtproductie. Dus dan kappen zij bomen en dat gebruiken ze ook weer om geld mee te verdienen, om te compenseren. Maar dat gaat dus ook direct ten koste van, ja, van de ecosystemen die daaronder zitten. En het erge daarbij is ook nog dat die hele grond wordt omgewoeld. Dus de hele cultuur, het duurt jaren dat die hele bodem op peil is met springstaartjes en allemaal bodemleven. En dat wordt er ook mee kapot gemaakt. Is het, ja, soms echt schrijnend, schrijnend om te zien. Ja, ik ben echt benieuwd hoe het zich dan ontwikkelt. Ja. Ja, en als je dan denkt, ja, voor compensatie voor geld... Ja, voor een deel, ik kan dat natuurlijk niet helemaal zien, want zij zijn natuurlijk Staatsbosbeheer. Je zou ergens ook denken dat ze dat daarvan weten, dus dat zij ook de beste keuzes proberen te maken binnen de mogelijkheden die ze hebben. Ja, maar de vraag is dan bijvoorbeeld wel weer, hoe ver ga je daarmee? En wanneer blijf je bij je eigen punt staan van, ja, maar dit kan gewoon niet verder. Ja. En de bomen, die helpen elke soort boom. Hè? Het is niet zo dat de kastanje alleen de kastanje helpt. Ik neem aan dat ze allemaal samenwerken met elkaar. Ja. Weet je dat niet? Nou, ik... Moet je nog even controleren. Ja, dat weet ik. Ja, we hadden het over die samenwerking met de grond. Dat is heel interessant. Er is geen leven onder de grond. Ik dacht dat het een soort oversteeg. Maar ik durf niet mijn hand voor in de vuur te steken. Zou eigenlijk wel zo zijn, hè, denk ik. Ja. Ja, maar er zitten natuurlijk ook verschillen tussen bomen. Want als je alleen al kijkt naar een beuk, die bedekt echt enorm veel, of die creëert heel veel schaduw. Dus daaronder kan dan ook al snel weinig groeien. Ik durf niet helemaal te zeggen of het helemaal vriendelijk altijd onderling is. Nee. Maar ik denk het wel. Ja, ik heb nog één vraag over die bitspringhaankreeft. Ja. Die dus die meer kleuren ziet dan wij. Ja. Zijn er nog meer dieren die nog meer kleuren zien dan wij? Ja, vogels. Alleen vogels. Alleen de vraag die je daarbij wel kunt stellen, want het ene leven is dus relatief verder ontwikkeld dan het andere leven. Of zij dan ook richting het hogere spectrum kunnen waarnemen of naar het lagere. Dat is qua trilling is iets naar beneden. Dus, maar ze kunnen wel kleuren waarnemen die wij niet kunnen zien. Dus het blijft dat er trilling is dat wij dan niet kunnen zien met onze zintuigen. Ja, ja. Ja, interessant. Ja. Over die bossen nog even. Voor mij gaat het verhaal vooral even over de bossen. Hè, die onderling allemaal samenwerken onder de grond. En voor mij is dus ook vastgesteld dat bijvoorbeeld plantages, waar die bomen geen relatie met elkaar hebben, dat de toestand van die bomen ook beduidend minder is, omdat ze eigenlijk geen netwerk vormen. Ja. Die bomen zijn er eigenlijk heel slecht aan toe, omdat ze eigenlijk daar eenzaam staan. Ook al lijken ze op een plantage te staan, maar die bomen staan eigenlijk los van elkaar. En die zijn er dus beduidend slechter aan toe, omdat ze eigenlijk geen eenheid vormen. Dat zie je ook heel erg in de stad. En daarbij komt ook dat met onze kunstmatige verlichting we hun situatie ook verslechteren. Dus de levensduur van die bomen zijn ook echt aanzienlijk minder lang dan in een bos. Ja, dat is ook aangetoond. Dus plantages zijn geen vervanging van een bos als ecosysteem? Nee. Het laatste moet je misschien even uitleggen dat bomen dus slapen, toch? Ja, ze zijn gevoelig voor ook een dag- en nachtritme. En door kunstlicht wat continu schijnt, kunnen zij daar niet in mee, inderdaad. Oh, ja. Ja. Ja, eigenlijk. Heel terug, dan denk ik gelijk in Den Haag aan al die lampjes die ook in de bomen zijn gewikkeld. Maar goed, tegelijkertijd is het ook heel gezellig. Maar ja. Ik dacht dat bijen ook de kleuren anders zien dan wij. Ja, dat zou wel kunnen. Ja, vooral blauwe kleuren zien zij meer als oplichtende kleuren, dacht ik. Oké, ja. Dat zou ik niet durven zeggen, maar... Neem ik wel. Het is wel leuk om daar eens naar te kijken. Ja. Ja.
Zijn er verder nog vragen, opmerkingen? Oké? Okay? Ja, toch. Ja. Misschien dat filmpje van die walvis maakte veel indruk op mij. Zou het nu, zoals in een klimaatverdrag van Parijs bijvoorbeeld, niet slimmer zijn om te zeggen dat we jaarlijks zorgen voor meer walvissen dan alleen maar het verhandelen van het recht om CO2 de wereld in te gooien? Ja, dat zei dus inderdaad ook, dat het een hele slimme vorm was van geoengineering. Dan zou dat dus, want je zou het dus een negatief voorbeeld, maar dan zou het dus een positief voorbeeld zijn. Ja, we kunnen wel van leren, inderdaad. Als we de walvisland opwekken. Ja, inderdaad. Inderdaad. Ik vond die pools, change rivers, wel zo indrukwekkend. Omdat daar nog een aantal meer stappen tussen zitten, waarvan wij als mens denken van, nou, hoe kan dat nou? Dat moet toch, als je dat weghaalt, moet dat toch alleen maar een verbetering opleveren. Ja. Maar dat was absoluut niet het geval. Ja, dus dat filmpje gaat over een terrein wat heel kaal was. Nationaal Park. En daar werden wolven geïntroduceerd. En uiteindelijk had... Nou, ze waren eerst weggehaald. Ja. Ze waren eerst weggehaald. Ja, en toen werden ze geherintroduceerd. En dat veranderde de hele omgeving echt op manieren dat ze gewoon niet van tevoren hadden bedacht. En uiteindelijk hadden ze dus zelfs invloed op de rivieren die daar waren. Maar dat is heel leuk om zelf inderdaad nog op te zoeken en eens te bekijken. Want dat filmpje kan het veel beter laten zien dan wat ik kan vertellen. Rivers. Ja. Het is in een van die nationale parken in Amerika gedaan. Waar ze eerst dus de wolf hebben weggehaald. Om de schapen te sparen en dat soort dingen meer. Maar dat had een hele negatieve invloed. Uiteindelijk weer teruggebracht. Het bleek zelfs dat de konijnen en de bijen en alles, dat ging aanmerkelijk vooruit. Ja. Om dat allemaal zo met elkaar te maken had. Ja. Dat geeft ook al aan dat natuur echt in dynamisch evenwicht is. Gewoon met elkaar. En dat, ja, waar hadden mensen vandaan om zo in te grijpen in de natuur en niet... te kijken eerst van hoe zit het in elkaar. Ja. En wij bedenken dan dat wij dat allemaal wel kunnen en verdraaien en ook verpesten. Ja. Ja, en, het is ook een groeifase voor ons menselijk bewustzijn dat we dat eigenlijk moeten leren inzien. Ja. Het is niet allemaal wat door begeerte gestuurd wordt en ook niet allemaal wat met intellect gedaan wordt. Ja. We hebben veel fouten gemaakt omdat we dus ook op andere werelddelen kwamen en dachten van nou, wij weten hoe het moet. Dus lokale werkwijzes die werden dus gewoon terzijde gesteld. En dan bleek dat die lokale werkwijzes die over honderden jaren waren ontwikkeld, aanmerkelijk beter was. Ja, dus ik denk ook... Het is in de Bijbel en het is goed. Ja, nou, ik denk in die zin dat ook wel, want we kunnen natuurlijk continu gericht zijn op inzicht. En daarmee inderdaad inzicht opbouwen. En dat moeten we ook sowieso doen om zo ons best te doen en zo harmonieus mogelijk te handelen. Maar ik denk dat wij er ook weer niet aan ontkomen dat we continu te maken hebben met voortschrijdend inzicht. Maar als we dan maar gewoon weer onze lessen daaruit trekken en de dingen weer herstellen die we eventueel niet goed hebben gedaan. Maar dat doen we niet altijd, denk ik. Ja. Nou, je ziet ook gewoon dat er ook dingen gebeuren waarvan je eigenlijk al weet dat het verstandig is om het niet te doen. Hè? Ja. Wat nu pas gebeurd is, dat was een klein beetje mijn terrein natuurlijk. India heeft een satelliet van zichzelf neergeschoten. Ja. Nou, dat lijkt natuurlijk technisch heel aardig. Maar wat je daar doet, die satelliet die je neerschiet, die ontploft in een hele hoop kleine stukjes. Die kleine stukjes zijn bijzonder gevaarlijk voor alle andere satellieten, maar ook voor de International Space Station enzovoort. Dus je geeft een enorme vervuiling in de ruimte. Dat is enorm. Ja. De stukken konden ook neerkomen, hè? Jawel, en het was natuurlijk al lang bekend dat het gevaarlijk was, want dat wisten we al lang uit andere ervaringen. Ja. Maar ze zeggen ook dat die stukken dus ook zelfs op dat Space Centrum neer kunnen komen, hè? Qua richting. Ja, om een voorbeeld te geven, er gaan kleine onderdeeltjes die fracties van millimeters zijn, die gaan met zo'n snelheid rond, dat er is eigenlijk geen schild voor te bouwen. Dus die gaan gewoon pal door je lichaam heen en dat is gewoon dodelijk. Ja. Nou, je genereert met zijn ontploffing duizenden van die fragmenten. Ja? Ja. Je hebt het inderdaad over het belang van het opbouwen van inzicht. Maar ik denk als je dat terugvertaalt bijvoorbeeld naar de principes waarmee je begon.
bijvoorbeeld van die gelijkwaardigheid en gelijkheid van alle wezens in essentie. En je neemt dat als uitgangspunt, dan is het eigenlijk helemaal geen discussie. Dus wat die Thomas Gaal en zijn vrouw Sabine doen, is eigenlijk gebaseerd op dat uitgangspunt, dat je dus materie evenveel respecteert als een ander wezen. Mm-hmm. En dus daar is helemaal niet zoveel inzicht voor nodig om dat verder helemaal uit te bouwen. Dat is eigenlijk dus zien dat je een eenheid vormt. Ja, ja. Want eigenlijk is het respecteren van alles waar je gebruik van maakt, of het nou planten, dieren of mineralen zijn. Ja. Dat denk ik inderdaad ook. Maar ik bedoel meer... bijvoorbeeld... het is inderdaad respect naar al het leven. Maar bijvoorbeeld de hele avocado-productie. We eten allemaal heel graag avocado's. Maar dan opeens lees je een bericht over dat je avocado-consumptie ten koste gaat van de monarchvlinders ergens in Mexico. En daar ben je dan even niet bewust van. En dan denk je, oh, oké, nou dan moet ik het toch maar anders gaan doen. En dan doen we ons best en dan kom je weer achter zoiets. En dan verruimt je inzicht en dan moet je wel weer andere keuzes maken. Ik bedoel, meer op dat gebied. Ja. Maar inderdaad, ik denk wel, als je de essentiële eenheid van leven, als je dat als uitgangspunt neemt, dat behoedt je voor enorm veel fouten, bij wijze van die je in het leven kunt maken. Ja. Ik zag volgens mij nog ergens een vinger. Ja. Met een perspectief op duurzaamheid van vroeger hoorde je altijd zeggen. Er waren ook liedjes over vergankelijkheid. En, dus ik dacht ook aan koeien. Dus je ziet haast nooit een koe ouder worden in Nederland. En in India zie je heel vaak oude zieke koeien op straat. Ja. En je ziet ook geen oude zieke honden op straat. Dat zie je allemaal niet. En de oudere mensen, die, dat is ook een beetje een issue. Dus de ouder worden. Dus heel veel, ja, het is een beetje een onverwacht perspectief op duurzaamheid. Maar misschien kan het ook helpen in nadenken over wat duurzaamheid is. Als je kijkt naar, ja. Oh, ik heb jou voor... Nou ja, het is grappig, het is toch grappig en onverklaarbaar dat zin 30 jaar geleden was, het discours ging over vergankelijkheid en ook in de traditie werd altijd verteld over Maya. Ja. Illusie en vergankelijkheid, dat waren de gevleugelde termen uit India, die kwamen overal. Ja. Het is inderdaad wel raar dat wij dat soort dingen hier niet zien. In Nieuw-Zeeland doen ze bijvoorbeeld met koeien ook heel anders. Dan draaien ze veel, want wij laten koeien nu continu ook met kalfjes lopen bijvoorbeeld. Maar in Nieuw-Zeeland doen ze dat veel meer op een natuurlijke basis. Dus dan hebben ze in één keer één hele golf aan kalfjes, wat je dan hebt. Maar dat is wel al veel meer in de natuurlijke cyclus van hun leven. En ze hebben ook veel meer ruimte om rond te lopen en zo. En die koeien zien er ook veel sterker uit dan onze koeien in Nederland. Ja, ja. Verschillende manieren van omgang zie je daarin wel. Ja. Ik stel voor om over te gaan naar de Gayatri. We sluiten ook altijd met de invocatie. Ik ben hier sowieso nog na ook om eventueel na te praten. En na de Gayatri komen 7 gongslagen. Dus, o gouden zon, met uw verheven luister. Vervul onze geest en verlicht ons gemoed. Opdat wij, onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort der vermaking, geleid door uw stralend licht.